Ja, we staan hier op de controlelocatie bij de grens bij Heerlen. En wij organiseren vandaag in Limburg op 4 plekken een grootschalige verkeerscontrole. Ruim 320 medewerkers nemen daaraan deel. En wij controleren eigenlijk op alles vandaag in het Limburgse verkeer. Ja, in juli hebben wij een soortgelijke grote controle gehad. We hebben uiteraard altijd verkeerscontroles of alcoholcontroles. Maar zo groot en vooral de samenwerking met de Duitse en de Belgische agenten, de collega's. Dat is eigenlijk uniek. Dus 1 tot 2 keer per jaar vindt er zoiets plaats. We controleren eigenlijk op alles. Dus we kijken uiteraard bijvoorbeeld naar de staat van de voertuigen op de weg. Maar we kijken ook naar mobiel banditisme of woninginbrekers die onderweg zijn. We checken eigenlijk alles. En we hebben ook bijvoorbeeld ANPR-locaties waar we kunnen zien of mensen nog openstaande boetes hebben. Of dat ze bijvoorbeeld gesignaleerd staan. Dat zijn allemaal zaken die wij vandaag in het verkeer bekijken. Er rijden motorrijders op de wegen rond die de voertuigen van de snelweg afhalen en naar de controlelocaties brengen. Dus niet iedereen wordt gecontroleerd. We hopen natuurlijk wel dat we zaken aantreffen die niet in orde zijn. Want daar doen we het voor. We doen het ook om de mensen, ook de criminelen, het op de weg moeilijk te maken. Zeg maar. Ik heb nog geen uitslag van de resultaten. Die controle vanavond die duurt ook echt tot 11:30. Dus ik verwacht ook echt pas morgen dat wij echte resultaten, bijvoorbeeld hoeveel aanhoudingen hebben we gehad, et cetera, hebben we dat kunnen melden. We hebben nog geen grote zaak gevonden vandaag. That's a packet. I must send it back. That's all. Open. Maar wat is het?